Hallo allemaal en goedemorgen. Het is 24 december. Christmas Eve. Heel erg vroeg. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy. Van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester. In de hele wijde wereld. Ik werd heel vroeg wakker van, weet ik eigenlijk niet, gewoon buikkramp. Te veel gegeten en gedronken gisteren. Oh, ik had me voorgenomen om me in te houden, maar. Toen was ik wakker. Was ik vroeg wakker. En toen dacht ik van, oh leuk. Ik ga wat leuke filmreviews doen. Van sneeuwfilms, van winterfilms, van kerstfilms. En als ik dan zo vroeg wakker ben, ja, dan neem ik altijd eerst wat koffie en wat surans. En dan skip ik zo'n beetje door de koppen van het nieuws heen. En toen kwam ik dit tegen, lieve mensen. Wethouder Sharon Dijksma. Bevallen van een dochter, een kerstbaby. Ik verzin dit niet. Een kerstbaby. Dit is Sharon Dijksma. Zij is de wethouder hier in Amsterdam. Heel veel mensen weten niet eens wie Sharon Dijksma is. Als u dat niet weet, zij heeft een hele Wikipedia pagina. Ze is ietsje jonger dan ik. Dat betekent dus dat deze mevrouw bijna 50 jaar oud is. En er staat hier dat ze een VWO-diploma heeft gehaald. En dat ze daarna rechten heeft gestudeerd. En bestuurskunde, maar dat ze alle twee die opleidingen niet heeft afgemaakt. Zij ging al heel jong de politiek in, toen ze 23 was. Hallo hé. Hey. Ze is heel klein, ze is een heel klein vrouwtje dit. Maar goed, hier kunt u een beetje zien wat ze doet. Wat doet ze nu? Hier, ze doet verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit. In Amsterdam, dat lijkt me een kutfunctie. Ik zal u vertellen waarom. Het verkeer in Amsterdam is absolute dog shit. Het vervoer in Amsterdam is absolute dog shit. En als je het openbaar vervoer neemt, dan is het te duur en te vol. Het water in Amsterdam, daar heb ik geen klachten over. Daar heb ik geen klachten over. De luchtkwaliteit in Amsterdam, die is dog shit. Dat is echt dog shit. Er zitten dagen bij. Wij wonen in de buurt van een snelweg. Dus, en bedoel ik niet naast de snelweg. Ik bedoel, je ziet hem in de verte. Maar er zitten dagen bij dat ik, als ik op mijn balkon sta en mijn neus snuit, dan zit een roet in mijn zakdoek. En een paar keer per jaar moet ik de roet van mijn balkon afkrabben. Dus ze houdt zich met vier dingen bezig. En drie van die dingen zijn dog shit. Kan zij niks aan doen hoor. Kunt u niks aan doen, mevrouw de wethouder. Een baby. En het meisje heet Eleonora. Een kerstbaby. Kijk, zet een foto. Ja, foto! Ah ja, wat een schatje. Wat een hummeltje. Kijk nou, wat een popje. Dit is haar partner, deze meneer. Hij heet Thomas Windmulder. Hij is een verbinder. Niet alleen praten, ook doen. Weet ik niet. Dan tennis. Hij is een OV-reiziger. En hij is de trotse vader van Boudewijn en Tirza. En hij heeft een eigen bedrijf in communicatie, lobby en stakeholder management. Zo hé. Moeder en kind maken het goed. De rest van de video. Naar Thomas en Sharon. Van harte gefeliciteerd. Dit is natuurlijk. Het allerbeste nieuws is dit. Ik bedoel, beter nieuws dan dit.
On Christmas Eve, dat kan gewoon niet. Dit is het beste, beste nieuws ooit. Met een paar kleine dingetjes. Mevrouw Dijksma is bijna 50. Op die leeftijd zou ik niet meer beginnen aan een baby. Mijn dochter werd geboren toen ik 34 was. Toen vond ik mezelf al een hele oude lul. En nu ik deze leeftijd heb, nu vind ik mezelf een hele saaie oude lul. Maar ik neem aan dat dit een ongelukje was. Hier, Dijksma noemde haar zwangerschap eerder dit jaar een bijzonder en onverwacht cadeau. Ja, dat gebeurt soms. Dat gebeurt soms. Nou, Sharon, ik vind het hartstikke dapper van je. Met 48, Sharon, zou ik er niet meer aan beginnen. Sterker nog, als ik nu terug in de tijd kon en ik zou 20 mogen zijn, zou ik er ook niet meer aan beginnen. Ik vind één kind meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Een kerstbaby. Wat ik wel jammer vind, Sharon, daar moeten we het een beetje over hebben. En dat is niet jouw schuld, Sharon. Dat moet je gewoon een beetje oppakken. Met Thomas. Want Thomas die doet iets in de communicatie. Maar je moet het ook een beetje oppakken met de communicatieafdeling van de gemeente van Amsterdam. Want hier gaat het dus helemaal mis met dat muntje. Kijk, dat had je zo moeten doen natuurlijk. Je hebt een fucking kerstbaby. Oh, gosh, kijk nou door. Hi, Hummel. Wat een mooie muts heb jij. Ik zeg niet dat die muts van Eleonora. Eleonora. Het is niet makkelijk uitspreken. Eleonora. Het is niet dat haar muts niet mooi is. Prachtig mooi mutsie. Vreselijk lieve Hummel. Moet je nou kijken wat een popje. Om op te vreten. Om op te vreten. Maar wat ik had gedaan, gezien de tijd van het jaar, ik had dat kind een kerstmuts opgezet. Serieus, ook als ik niet de wethouder van Amsterdam was. Dat vind ik qua marketing en communicatie echt een gemiste kans. Maar dat is dan ook mijn enige puntje van kritiek. Verder Sharon en Thomas van harte gefeliciteerd. En ja, ook een beetje felicitaties voor ons natuurlijk. Want het is een kerstbaby. Wat vindt u ervan, mevrouw de burgemeester? Een Amsterdamse kerstbaby. Onvoorstelbaar. Zo eentje. Er is een kinderke geboren op aard. Er is een kinderke geboren op aard. De rest van de tekst ken ik niet. De rest van de tekst ken ik niet. Volgens mij hoef je die ook niet te kennen. Sharon Thomas, van harte gefeliciteerd. Ik vind dit fantastisch nieuws. Dit is het nieuws wat ik wil lezen in het Parool. Dit is wat een Amsterdamse krant hoort te doen. En we willen een hele hoop meer foto's van dat leuke kindje. Van Eleonora. Maar mogen we er alstublieft eentje met een kerstmuts? Please, mevrouw Dijksma. Please. Mevrouw de burgemeester. U heeft waarschijnlijk haar telefoonnummer. Mevrouw Dijksma is van de PvdA. Van de Partij van de Arbeid. En misschien dat burgemeester Halsema Sharon even kan bellen. En zegt, kom op Sharon, doe niet zo flauw. Zet dat kind een kerstmuts op. Zo een. Zo'n pluizige. Dat is wat we willen. Anders dan dat, nogmaals, van harte gefeliciteerd. En mevrouw de burgemeester, u ook gefeliciteerd. U werkt met haar samen. En wij, alle Amsterdammers, wij ook gefeliciteerd met de geboorte van deze kerstbaby. Ik een petje af voor mevrouw Dijksma. Ze is een heel klein vrouwtje. Serieus, echt heel klein. Zo'n dwergje. 3 kinderen. En dan nog een derde op deze lezen. Tegen tijd dat het kind 20 is, ben jij 70. Dat wordt pittig, Sharon. Dat wordt heel pittig. Tegen de tijd dat dat kind gaat puberen,
14, 15, daten, hormonen. Dan ben je 65. Poeh. Dat wordt heel zwaar, mevrouw Dijksma. Niet, ze zeggen nou niet zo zwaar. Als bevallen op je 48e. Ik denk dat dat zwaarder wordt. Ik kan me nou niet voorstellen dat het leuk is om op je 65e te moeten luisteren naar de kutmuziek van zo'n tiener. Die de hele godganse dag op de telefoon zit. Desalniettemin, ik wil de pret gewoon niet drukken. Kerstbaby is altijd het beste nieuws denkbaar. Van harte gefeliciteerd. Lieve mensen, dat was hem weer. Ik ga verder met winterfilm reviews.